de Academie voor Landbouw kunnen beweren dat doppert en blik net zo goed zijn als het verse. Ja, het is heel normaal om groenten jaren te kunnen bewaren. Ja, is dat normaal? Absoluut normaal, ja. Ja, maar dus. Dat is ook zoiets. Kijk op natuurwinkel.com. Kijk naar een vestiging bij jou in de buurt. Koop eens wat vaker weer gewoon bij de boer. Als je daarop gaat letten, dan ga je het leuk vinden. En als je je beter voelt, dan weet je dat beter. Het resultaat heeft. Ja. En het smaakt veel beter. Maar dat is hetzelfde als die kant-en-klaar maaltijden. Mensen zeggen altijd, we hebben geen tijd, we hebben dubbele banen. Hoe moeten we het regelen? Even de magnetron. Ook zo'n verhaal apart. En babyvoeding en baby eten in een magnetron is helemaal des duivels. Dat is heel erg slecht voor baby's. Ja. Doe dat alsjeblieft niet. Nee. Nee, het is iets wat bij deze tijd hoort blijkbaar. Maar dat is net als fluor. Het is in het systeem geraakt, maar het is een afvalproduct van aluminium. Het aluminium wordt in de verschrikkelijk. Nucleaire industrie gebruikt. Ja. Op dagelijks gebruik van fluor, je IQ gaat 10 tot 15 punten achteruit. Ja. Op de zakken fluor staat een doodskop. Ja, dat is te gek, hè? Ja. We hebben een aparte knop op onze site, ook met dat soort informatie. Filmpjes over aspartaam, de E-nummers, de fluor. En ook de boodschap is, ga dat kijken. Schrik en gebruik het niet meer. Ja, dat zijn hele goede films over aspartaam nu, hè? Ja. We hebben laatst een kort geding gehad in Zwolle. Stralingsarm Nederland had de aanzet gegeven. Ik en nog een aantal mensen, onder andere Desiree en nog een stel, hadden ook onze naam eraan verbonden. En we hebben de minister van Volksgezondheid voor de rechter gedaagd. Want wij wilden een openheid van zaken. De man van Stralingsarm Nederland die had afgelopen zomer een verzoek ingediend om antwoord te krijgen wat er in het griepvaccin zit. Geen antwoord. Volgende stap gedaan, wet openbaarheid bestuur, WOP-verzoek, ook geen antwoord. Toen met z'n allen kort geding aangespannen. Dat is in Zwolle geweest op 22 oktober. Een dag daarvoor had het ministerie zoiets van, er is nog een kort geding. Er was gevraagd om 8 dossiers, hebben ze niet ingeleverd. En toch heeft de rechter besloten dat wij met z'n allen maar moeten snappen dat je op de website van EMEA je informatie kunt vinden. EMEA is Europees, dus oma in het bejaardenhuis moet ook maar snappen dat ze daarop moet kijken. En een andere rechter heeft notabene de uitspraak een week later gedaan. En die uitspraak was? Negatief, dat het ministerie hoeft niet openheid van zaken te geven door die dossiers te overhandigen. Zo. Bingo. Bingo. En dan denk ik, als burgers zoiets ondernemen met elkaar, dat een rechtszaak in Zwolle is, zou dat niet 's avonds in het journaal moeten in Nederland? Ja, ik vind dus van wel. Ja, nee, natuurlijk wel, maar dat doen ze niet. Nee, dat doen ze niet. Maar mensen, denk na. Ja. Jullie mogen het niet weten. Nee. Dat is de boodschap. Nee, dat is waar. Maar dankzij internet hebben we nu de kans, inderdaad, om, zoals je ziet, met behoorlijk effect. Ja, klopt. Dit soort dingen te communiceren. Ja. Dat is echt een nieuwe ontwikkeling, is dat. Ja, klopt. Ja. Ik ben toen in de 60e jaren begonnen met een krant waar iedereen in kon schrijven. Nou, dat was een shock. Geen enkele distributeur wilde het verspreiden. Nee. Dat iedereen zomaar kon zeggen wat hij wilde. Nou, dat nooit. Ja. Weet je wel? Ja. En nu met internet kunnen ze niet meer onderuit. Ze kunnen de tijd niet meer keren. Maar, er wordt al in Amerika wordt er al in de regering gezegd van, we moeten hier toch ingrijpen. Ja, kijk. En wordt gevaarlijk. Ja, maar door het internet. De bevolking wordt mondiger. Ja. Laat niet meer met zich sollen. Nee. En de hogere legerleiding moet weer andere tactieken verzinnen. Ja. En ze waren er met de campagne voor die meisjes afgelopen voorjaar ook niet op bedacht dat er via het internet zo verschrikkelijk veel op gang is gekomen. Ja. En die campagne was mislukt, want er was 50 tot beneden de 50% opkomst. Een gewone campagne is 70 tot 75% opkomst, dat is geslaagd. En minister Klink heeft, ondanks dat de HPV-campagne dus mislukt is, de RIVM heeft dat toegegeven, toch 34 miljoen vaccins gekocht. Ja, ik heb het gehoord, Dus dat is voor 17 miljoen mensen, naar mijn idee, 100% scoren, als ik goed kan rekenen. Ja. Waarom? Is dan de vraag. Ja, heel bijzonder. Big business, hè? Ja, heel bijzonder. Maar heel bijzonder. Ja. Een gewone opkomst 70 tot 75% bij een normale injectie. Ja.
Heel raar. Nou, de grotere bewustheid. En de WHO bestaat uit 3 farmaceuten. En de WHO zal bepalen wat de fase is in de pandemie. Fase 6 nog steeds. Ja. Ja. En toen vielen zij stil. Ja, nee, zeker, zeker. Dus, het is zoiets wat, waarvan je heel tactisch... Want kijk, als je gaat vechten ertegen... Nou, dan merk je gewoon, dat daar zijn zij handig in. Vechten, kijk, ik heb ook behoorlijk wat mails naar de regering gestuurd. Vorige week nog alle Tweede Kamerleden weer een mail gestuurd. Want ik heb ook een brief van minister Hogevorst, die uit een of ander document naar voren kwam. Waarin meneer Hogevorst in 2005 al vertelde, of dat tenminste dat per 2005 er al geen kwik meer in een vaccin zaten in Nederland. Dat was stilzwijgend uitgehaald. En wat zit er nu weer in het griepvaccin? Daar zit het weer in. En kwik is een verboden stof in Nederland. Ja. Maar het zit ook in de bestrijdingsmiddelen. Ja. En dan is de gedachte, ga nadenken, wil je dat soort stoffen in je lichaam hebben? Ja, ja, ja. Dus die brief die heb ik in een mail gestopt met de nodige andere dingen erbij. En dat hebben ze weer gehad. Maar het is dan meer... Geen reactie natuurlijk, hè? Nee, uiteraard niet. En, maar het is meer het gevoel, ik heb het toch gedaan. Het is weer te zien op onze website. Mensen weten dat je die actie hebt ondernomen. Maar je moet gewoon de mensen informeren met informatieavonden. Gewoon met de mensen op straat praten, folders uitdelen, kaartjes uitdelen. En als wij als hele grote groep bewust worden, dan valt die piramide uiteindelijk vanzelf in elkaar. Ja. Maar om nou die top te blijven bestoken, dat heeft geen zin. Je moet aan de onderkant beginnen. Ja, precies. En dat is gewoon iedereen om je heen. Ja. Dus wij geven lezingen. Op onze website is dat te zien. Zondag 15 november zijn we 's middags in Almere. Vrijdagavond 20 november heb ik een zaal gehuurd in Alkmaar. Is allemaal te zien op onze website, op de agenda, waar het is en hoe laat. Maar dan zie je maar, als je met passie en zeg maar inspiratie dus opzet, dat het inderdaad als een lopend vuurtje gaat. Hè? Ja, als je erin gelooft. En, precies. Ja, klopt. Ja. Ja, want het is al een paar jaar gaande dat... enorme protest tegen deze, ook internationaal hoor, overigens. Ja, nee, ik heb me daar nooit zo mee bezig gehouden, omdat we er zelf nooit mee geconfronteerd werden meer. Nee. Onze kinderen natuurlijk, na hun 9e jaar krijg je geen oproepen meer. Nee. En nu dat verhaal voor die meisjes vanaf 12 jaar, nog niet eens omdat wij zelf een dochter hebben die toen nog 15 was, maar gewoon het verhaal dat ik dacht, nou, dit is gewoon te gek. Dan krijgen we straks overal een vaccin voor. Dat was mijn eerste klik. En toen, ik wist best wel dat heel veel dingen... Net als fluor wist ik ook dat dat niet goed is. Nee, precies. Je weet een heleboel dingen. Ja, maar, nou, we moeten nog blij zijn dat ze die in het water gestopt hebben. Ja, dankzij dokter Molenburg uit Haarlem. Precies. Is dat in de 70er jaren tenminste niet gebeurd. Nee, precies. Die mogen we nog steeds dankbaar zijn. Absoluut, ja. Ja. Zeker, zeker. Ja. Want in een hele hoop landen hebben ze het gewoon in de... In het water gestopt, in het drinkwater. Dan moet je voorstellen wat er dan gebeurt. Je hele hersens worden aangetast. Ja. Lees gewoon altijd de verpakkingen. Ja, er is ook een boekje, een klein gidsje uit. Een zwart boekje met rode letters. Wij noemen dat het zwarte boekje. Ja. Kost €9,90. Moet iedereen in zijn tas hebben. Ja. Wat zit er in uw eten, heet het. Ja, ja. Alle E-nummers, alle E-nummers staan erin. Ja. Als het in de groene zone is, dan is het te vertrouwen, hopen we. Ja. Oranje is, nou, liever niet maar. En rood moet je echt niet doen. Ja. Maar oranje doe ik ook wel niet. Ja. Ik heb het zelfs in mijn tas zitten, geloof ik. Mijn tas wordt even aangereikt. Het is ontzettend handig inderdaad. Maar dan kom je zelfs in een natuurvoedingswinkel. Klopt, moet je ook nog wel passen. En dan zie je daar bijvoorbeeld kauwgum staan. Dat heet dan xylitol. Weet je wel? Ja. Hier is het boekje. Ja. Wij hebben ook op onze site een boekenlink. Kan iedereen kijken naar dat soort boekjes. Ook boekjes over vaccinatie en andere boeken van gezondheid. Ja. Ja. En dit is gewoon in de boekhandel te bestellen. Je kan het via ons kopen. Je kan het bij een natuurvoedingswinkel. Het is een boekje dat heel belangrijk is. Ja. Ja, het zijn heel handige gidsjes inderdaad. Die je makkelijk kunt meenemen. En dan kun je inderdaad zien. En dan, want bijvoorbeeld suiker... Ja, ook zo'n onderwerp.